Goedenavond allemaal en welkom op de raadscommissie van 17 januari. Allereerst aan iedereen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Naast de ingelogde raadsleden en de geïnteresseerde kijkers thuis, verwelkomen we op deze raadscommissie de volgende deelnemers. Dat zijn Ton Pintens, afdelingshoofd Bouwen en Wonen, Veerle van den Bossen, afdelingshoofd Welzijn, Michel Glory, afdelingshoofd Burgerzaken en Vrije Tijd. Alvast hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Vanavond verontschuldigd is algemeen directeur Dirk Blommaert wegens ziekte. We hebben vandaag twee punten op de agenda. Dat zijn de OCMW-raad en de gemeenteraad. We beginnen met de OCMW-raad, waar traditiegetrouw puntje 1 de notulen zijn en puntje 2 de verlenging overeenkomst supervisie TIB, dat is Team Intensieve Begeleiding, met Anne van Herk. Graag een woordje uitleg daaromtrent van Veerle, alstublieft. Ja, goedenavond iedereen. Ja, in dit punt vragen de sociale diensten om de bestaande samenwerkingsovereenkomst met Anne van Herk te verlengen. Het is zo dat we al verschillende jaren een samenwerkingsovereenkomst hebben met die psychologen, waar medewerkers van de sociale diensten, van TIB vooral, terecht kunnen wanneer ze geconfronteerd worden met schrijnende situaties of heel emotionele situaties waar ze nou eens in terechtkomen. En er wordt eigenlijk gevraagd om die overeenkomst opnieuw te verlengen met een jaar. Dank u wel, Veerle. Zijn er daar vragen omtrent dat puntje? Niet onmiddellijk. Dan kunnen we ook direct de OCMW-raad afsluiten en overgaan naar de gemeenteraad. Met ook natuurlijk puntje 1 de notulen. En punt 2 de ingebruikname vastgoed informatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie. Een goedkeuring. Met een woordje uitleg door Tom, alstublieft. Dank u, voorzitter. Goedenavond, iedereen. In 2023 zijn we toegetreden tot het vastgoedinformatieplatform, maar nu wordt het in werking gesteld. Het is zo, notarissen en vastgoedmakelaars die konden al gebruik maken van dat platform. Nu het decreet is aangepast en nu wordt iedereen verplicht die vastgoedinformatie wilt aanvragen aan de gemeente om gebruik te maken van dat platform. Tot voorheen was het eigenlijk een retributie van €100 verschuldigd bij opvragen van vastgoedinformatie rechtstreeks aan de gemeente. Dat verandert nu. De €100 die blijft wel de retributie voor de gemeente, maar die gaat geïnd worden via dat vastgoedplatform. Daarbovenop komt er ook nog een beheerskost van dat vastgoedplatform, dat bedraagt €36,5. Dus aan de aanvrager gaat niet alleen maar die €100 gaan betalen, maar ook €36,5 plus btw. Dus voor de aanvrager wordt het dus echt wel significant duurder, maar het is een decreet. Elke gemeente is daarin ingestapt of moet instappen. Wij zijn er vorig jaar in 23 jaar ingestapt, maar nu wordt het echt verplicht vanaf 24 dat iedereen via dat platform zijn aanvraag voor vastgoedinformatie gaat doen. Wat is dat eigenlijk? Een notaris of een makelaar die moeten allerlei gegevens opvragen bij de gemeentes, bij OVAM en andere instanties. Die doen hun vraag via dat platform. De gemeente onder andere krijgt dan automatisch die vraag binnen, waar dan wij onze informatie gaan opladen op het platform, zodat alles gebundeld wordt. Dus bij één aanvraag en het platform verzameld en maakt het terug over aan de aanvrager. Je gaat zien, er staat eigenlijk, het is een wijziging, een vernieuwing van het retributiereglement. Het is allemaal gewoon zijn aanpassing, omdat het decreet gewijzigd is. Je kunt in de verschillende bijlages, eentje met de oorspronkelijke tekst die vorige keer goedgekeurd was, met alle aanpassingen, en dan uiteindelijk een finale versie. Ja, dat gaan we voorleggen aan de gemeenteraad. Maar het is een verplichting vanuit Vlaanderen. Dank u, voorzitter. Oké, dank u wel, Tom, voor de toelichting. Vragen, bemerkingen? Ik zie geen handjes, dus kunnen we doorgaan.
Puntje 3. Toewijzing en verkoop perceel binnengebied van de, of in de Huismansstraat. Ook voor Tom, alsjeblieft. Dank u, voorzitter. Iedereen kent het binnengebied wel, genaamd als een ULA. Vroeger was dat daar een loods op van de brandweer, waar ze hun vooral oude materialen instaken en wat opslag van andere materialen. Het werd vele jaren geleden gesloopt. Het terrein werd bouw klaargemaakt, zeg maar. In eerste fase werd er een stuk verkocht aan een persoon die geïnteresseerd was, ook de markt op geweest. Uiteindelijk is dat nu Mediplace. Dat iedereen weet, dokter Brijs en dokter Van de Ende zitten daar nu met appartementen boven. Maar daarachter gelegen is nog een heel terrein. We hebben dat in 2019 al eens op de gemeenteraad gebracht om de verkoopsvoorwaarden daarvoor vast te leggen. We zijn er toen de markt mee opgegaan. We hebben daar toen heel weinig respons op gekregen. En de respons die we kregen was van, ja, de eisen zijn te hoog. We gaan dat niet halen, dus uiteindelijk zijn we daarmee gestopt. Dan zijn we daar vorig jaar terug bij de gemeenteraad geweest om nieuwe verkoopsvoorwaarden op te stellen. Ik wil ook zeggen, het perceel is heel groot. Je gaat zien, de prijs is dan misschien niet in verhouding tot het terrein, maar op het terrein heb je heel veel verplichtingen. Onder andere een achteruitweg realiseren voor de woningen langs de Van de Veldestraat. Er moet openbaar groen komen, er moet een parking komen. En het terrein zelf dat bebouwd kan worden, is eigenlijk is maar een fractie van het terrein van 4000, bijna 500 vierkante meter. Vroeger was het zo dat wij eigenlijk alle openbare zaken op ons gingen nemen, zoals die ontsluiting, die parking. We zijn ervan afgestapt, omdat dat de rendabiliteit van het project aan zich blijkbaar niet goed was. We kregen dat niet vermarkt, dat stuk. Dus we zijn ervan afgestapt. Dus het werd nu aangeboden in zijn totaliteit. Met de voorwaarde dat een ontwikkelaar ook wel een aantal zaken moet gaan voldoen. Onder andere die achteruitgang, het groen, parkeergelegenheid om dat te realiseren. Het werd dus terug gepubliceerd. Er waren twee biedingen binnengekomen. Eentje van Investpro en eentje van WIIC VZW. Toch even donker. Dat is een beetje, kan ik teruglezen. Twee biedingen binnengebracht. Die moesten binnen zijn de laatste op 20 december 2023. Op 21 december is dan een publieke zitting waar de opening van de biedingen is gebeurd. De eerste bieding was een bod van €351.001 en het tweede bod was €355.000 rond. Dus ja, het wordt gegund normaal aan degene die het meeste bieden. Dat wordt aan Investpro vastgoed, het heffen zou dat gegund worden. Dus dat gaat voorliggen aan de gemeenteraad. Voorzitter. Dank u wel, Tom. Vragen of bemerkingen omtrent dit derde puntje? Ik zie geen handjes verschijnen. Dus dan gaan we over naar puntje 4 van de gemeenteraad. Dat is de goedkeuring van het budget 2024 voor de projectvereniging WICA. Michel, alsjeblieft. Ja, dank u, voorzitter. Goedenavond iedereen. Ook mijn beste wensen voor iedereen. Die op 5 december van vorig jaar heeft de Raad van Bestuur van WICA dit budget aangenomen. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis, het is het 21ste budget van WICA. We zijn gestart in 2003 en we zijn nu 2024. Wat zijn de opvallende cijfers bij de uitgaven? Zien we een zeer grote som die dat we voorzien voor de technische firma die instaat voor het dagelijks onderhoud van het zwembad. Dat is een grote som, maar die is zeer, zeer nodig, omdat een zwembad nogal een vrij ingewikkelde techniek heeft en dat dat niet heel simpel is om dat te onderhouden, zeker niet zelf te doen. Grote bedragen dat we tegenkomen, dat zijn die uiteraard voor water, gas en elektriciteit. Daar is nog altijd een positieve evolutie ten opzichte van een paar jaar terug. De waterprijs is ongeveer stabiel gebleven. Maar de prijs voor gas en elektriciteit, die daalt nog steeds. Het
Zwembad Wicca heeft geen vaste prijs voor gas en elektriciteit. Dus zij fluctueren mee met de markt en de markt gaat in positieve zin. Dus kunnen wij ons budget daar ook aan aanpassen. Dan de verdere grote sommen bij de uitgaven zien we uiteraard qua personeelsuitgaven. Dat stijgt ieder jaar om twee redenen. Enerzijds uiteraard zijn die weddens gebonden aan de index. En anderzijds is daar nog altijd relatief jong personeel. Dus die kweken anciëniteit bij en daardoor wordt dat dus ook een beetje duurder. Dat vertaalt zich natuurlijk niet enkel in hetgeen dat we aan personeel moeten betalen, maar ook hetgeen dat we aan werkgeversbijdragen moeten betalen. Ik denk dat dat ongeveer de belangrijkste cijfers qua uitgaven zijn. Als we dan naar de opbrengsten kijken, die uiteraard een pak minder zijn dan de uitgaven, traditioneel voor een zwembad. Ik moet het eerste nog tegenkomen dat ooit winst gaan maken. Dan zien we dat de dagontvangsten, dat we daar terug een iets groter bedrag voor gebudgeteerd hebben dan 2023. We zijn daar nog altijd uit de coronacrisis aan het kruipen, laat ons zeggen. Men probeert de individuele zwemmer naar het zwembad te lokken, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De ontvangsten voor de scholen die blijven ongeveer stabiel. We krijgen hier en daar wel een paar aanvragen van scholen buiten de twee gemeenten, maar hoofdzakelijk is dat uiteraard voor scholen binnen de gemeente Kapellen op den Bosch en de gemeente Willebroek. En dan zien we een derde groot cijfer, dat is de ontvangsten voor de clubs. Voor diegenen die zich het misschien nog herinneren, is er vorig jaar een aanpassing gebeurd aan de tarieven voor de clubs. Die zijn op vraag van enkele clubs zijn die tarieven verminderd, omdat wij nogal hoog stonden in de markt en dat voor sommige clubs het niet meer haalbaar was, niet meer leefbaar was om nog de sport te beoefenen in het zwembad. De Raad van Bestuur is op die vraag toen ingegaan, heeft de tarieven iets aangepast en daardoor voorzien we dus voor 2024 ook een lagere inkomst. Als we dat dan allemaal gaan samentellen, dan zien we dat de tussenkomst voor de twee gemeenten in totaal op een 691.900 euro geschat wordt. Voorlopig worden die twee bedragen 50-50 verdeeld. Maar je zult zien dat er in budget van de gemeente 198.000 staat ingeschreven. Dat is een vast bedrag dat sowieso in het addendum van de overeenkomst is genotuleerd. En het overige bedrag, dat hangt af van het cijfer van de rekening. Van zodra dat cijfer bekend is van 2023... zal het de tussenkomst van de gemeente ook van de gemeente Willebroek exact bepaald worden en kunnen we dus ook zien welk cijfer dat we juist nog moeten bijdragen. Dat was ongeveer het belangrijkste van het cijfermateriaal. Dankjewel, Michel. Zijn er vragen omtrent het WICA-budget? Gaan we door naar puntje 5. Extra AMIF-middelen. AMIF, dat is het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie. Voor Oekraïne, de partnerschapsovereenkomst. De woordje uitleg door Veerle, alstublieft. Ja, het is inderdaad zo dat wij eind vorig jaar gecontacteerd werden door vlotmedewerkers van de gouverneur dat er extra middelen zouden komen van het AMIF-fonds. En die zouden toegekend worden aan besturen die in kader van de Oekraïne-crisis publieke opvangplaatsen
voorzien hebben. En wij werden als bestuur ook geselecteerd om in aanmerking te komen voor extra subsidies te krijgen. Dat zijn subsidies die voor activiteiten die retroactief worden toegekend. Dus het gaat over de periode 2022-2023, taken die dat dan in het kader van de Oekraïne-crisis door medewerkers van het OCMW werden opgenomen, die kunnen nu gesubsidieerd worden voor 70% van de kosten die dat wij kunnen verantwoorden. Nu, een van de voorwaarden is van daar een overeenkomst mee te maken. En die kan iedereen terugvinden, ook in de bijlage. Daar staan al die modaliteiten om subsidies te verkrijgen nog eens in opgesomd ook. En de vraag is om de partnerschapsovereenkomst goed te keuren. En wij gaan dan rapporteren naar de vlotmedewerkers om die AMIF-middelen te kunnen verwerven. Dank u wel, Veerle. Ja. Vragen omtrent dat punt? Nee, dat is duidelijk. Dan het voorlaatste puntje van de gemeenteraad. Punt 6. Overeenkomsten voor de behandeling van beperkte snelheidsovertredingen gas 5 en inbreuken op parkeren en stilstaan gas 4. Door Tom, alstublieft. Dank u, voorzitter. In 2015 zijn we van start gegaan met gas 4 en dan in april 21 met gas 5. Voor de inning van die boetes, eigenlijk, van die sancties, werd er beroep gedaan op de gasdam van Mechelen. Toen noemde dat nog Mechelen, nu met ondertussen Rivierenland. Het was een samenwerkingsovereenkomst waar ook de prijzen in bepaald werden. Nu, voor de eerste 500 dossiers was dat €30 per dossier dat wij betaalden aan de gasdam. 15 euro per dossier vanaf 501 en €7,50 vanaf de 1001ste dossier. Nu, na evaluatie van dat reglement en kostenbaten en kostenefficiëntie is er gebleken dat het nu goedkoper kan, waarschijnlijk door de hoeveelheid van sancties die worden uitgeschreven. Dus het gaat veranderen naar €6,9 per dossier vanaf het eerste dossier. De prijs is ook jaarlijks herzienbaar natuurlijk in functie van de index. En ook de wijziging die gebeurd is dat de overeenkomsten kunnen worden gewijzigd de opzichtperiode van 6 maand naar 12 maand. En de naam Gasdam verandert nu natuurlijk in Gasdam Rivierenland. Door de zone noemt nu Rivierenland. Dus het is eigenlijk aanpassing van het reglement om de kostprijs die wij betalen aan de Gasdam Rivierenland. Dat wordt nu €6,90 per dossier vanaf het eerste dossier. Dank u, voorzitter. Dank u wel, Tom. Ik zie geen handjes verschijnen, dus dan kunnen we al onmiddellijk naar het laatste punt van de gemeenteraad, punt 7. De bekrachtiging van de politieverordening bij hoogdringendheid van 29 december in zaken het verbod tot ontsteken van vuurwerk op nieuwjaarsnacht. Met misschien nog kort woordje uitleg door Tom, alstublieft. Dank u, voorzitter. Artikel 165 van de bestuurlijke politieverordening, daar wordt eigenlijk in vermeld dat er geen vuurwerk mag afgestoken worden, uitgezonderd nieuwjaarsnacht van 31 december 11:30 tot 1 januari om 1 uur. Nu, door de weersomstandigheden die gegeven werden, heel veel wind, was het wenselijk om geen vuurwerk te afsteken, omdat die projectielen, ja, je hebt dat niet in dat nog laten vliegen. Als er dan veel wind is, kun je alle kanten opvliegen. Dus daarom werd er eigenlijk beslist om het vuurwerk ook die nacht te verbieden. Vandaar de politieverordening bij hoogdringendheid van 21 december. Dus dat ook het vuurwerk verboden werd op nieuwjaarsnacht. Oudjaarsnacht, nieuwjaarsnacht. Dank u, voorzitter. Dank u wel, Tom. Ik denk dat dat duidelijk is. Voilà, en dan zijn we al door de agenda. Dus dan rest mij alleen nog iedereen te danken voor de aanwezigheid hier online. En we zien elkaar terug op de gemeenteraad van dinsdag 23 januari om 8:00 in de raadzaal en gevolgd door de traditionele nieuwjaarsreceptie. En ik nodig jullie alvast ook graag uit voor de eerstvolgende raadscommissie op woensdag 21 februari om 19:30. Allemaal nog een zeer fijne witte avond.